Moslim-extremisten zijn verdreven uit de stad Palma in het noorden van Mozambique. Het leger zegt de stad onder controle te hebben. Het vertrouwen in deze controle is er niet en de dreiging blijft in de lucht hangen. In de studio Willem Klaassen van Teerfund. Goedenavond. Goedenavond. Kunt u kort even die situatie beschrijven in het noorden van Mozambique? Ja, Noord-Mozambique heeft al ongeveer 4 jaar last van jihadisten, mag ik het zo zeggen, die het leven heel erg zuur maken voor mensen op het platteland. Het probleem heeft heel veel oorzaken, hoor. Het is niet een jihadist alleen maar tegen de regering, maar dat is wel voor de bevolking op het platteland een enorm probleem en die worden verjaagd. Ja. 4 jaar lang, zegt u, dat is een hele poos. En wat is het doel dan van die extremisten? Dat is veelzijdig. De extremisten hebben verschillende doelen en mogelijk ook drugshandel met Pakistan, mogelijk illegale import, export van ivoor, tropisch hout en dergelijke dingen. En ik denk ook een component, het extreme fundamentalisme. Dus dat ze bijvoorbeeld jongeren die vanuit een moslimachtergrond komen, radicaliseren, marginaliseren en laten meedoen in hun leger tegen de overheid van Mozambique. Ja. Dus dat religieuze aspect, hè, dat moslims zijn, dat heeft wel degelijk invloed ook op dit geweld. Ik denk dat het een component is. Of het de hoofdcomponent is, dat durf ik niet te zeggen. Maar jongeren die vooral heel erg weinig kans hebben, weinig perspectief in hun leven, die worden aangetrokken door dat soort groepen, kunnen ze meedoen en ze krijgen meer perspectief in hun leven. Ja. Ja, en als we kijken naar de andere kant, hè, wat is de rol van die regering in dit hele gebeuren? Een nogal erg dubieuze rol. De regering van Mozambique, en die is vooral geconcentreerd in het zuiden rond de stad van Maputo, dat is de hoofdstad, zit 2500 kilometer daar vandaan. Daar zit het meeste geld in Mozambique en daar zijn de mensen die veel geld hebben en ook relatief goed wonen en leven. In het noorden is de bevolking erg gemarginaliseerd en er wordt weinig geïnvesteerd door de overheid in het noorden van Mozambique. Dus dat is al een groot probleem en de regering neemt daar weinig verantwoording voor. Ja. En dat geeft dus natuurlijk ook bij de jongeren en ook de bevolking het idee van wat gebeurt er met ons? Waar blijven de hulpbronnen die jullie beloven? Nu is er voor de kust gaswinning vindt plaats, althans tot voor kort was dat bezig. En men verwacht natuurlijk dat er ook iets te halen is voor de lokale bevolking. Maar dat gebeurt niet. Nee. Zou men dan op onderwijs zitten te wachten? Of gaat het echt om financiële... Onderwijs is natuurlijk een basis om je leven te verbeteren. Technisch onderwijs, ander soort onderwijs. Om jongeren een kans te geven om ook een beter werk te kunnen krijgen. Ja, ja. En u noemde net al, het duurt al 4 jaar lang. Ja. Hoe kan het dat er dan zo weinig aandacht voor is? Ik denk dat dit soort problemen minder in de media aantrekkelijk zijn. Denk aan bijvoorbeeld het probleem ook in Noord-Kenia en Noord-Nigeria. Daar zijn ook moslim-extremisten bezig. Het heeft af en toe haalt het de media. Noord-Mozambique is relatief nog minder bekend. En het is een sluimerend probleem wat nu steeds groter aan het worden is. Met meer dan 700.000 mensen die gevlucht zijn vanuit hun dorpen naar wat meer naar veilige plekken, als ik het zo mag zeggen. Ja, en wat heeft dit voor gevolgen gehad? Of wat heeft dit voor gevolgen voor het land Mozambique? Want dat zijn misschien wel extreme gevolgen. Het land in het noorden is natuurlijk enorm gedestabiliseerd. Er is enorm tekort aan voedsel, aan goed drinkwater. En er is nu behoefte aan heel veel hulp, ook externe hulp. Ik denk dat het land Mozambique en de regering dit probleem gewoon niet aan kan. Nee. Nou, corona dat nou ook nog erger? Corona speelt een kleine rol in Mozambique. Mensen hebben er last van en vooral hebben ze last van de maatregelen. Veel minder qua gezondheid. Er zijn misschien maar in totaal in deze anderhalf jaar ongeveer zo'n 70.000 mensen besmet geweest. 80.000 schatten ze. En het aantal mensen die overleden zijn heel klein ten opzichte van wat in Nederland gebeurt. Ja, het is een penibele situatie. Nou, nu heeft de regering van Mozambique heeft ook huurlingen ingezet. Wat is die rol van die huurlingen dan? Dat is ook een hele dubieuze rol. Dat zijn waarschijnlijk huurlingen uit Zuid-Afrika. Blanke Zuid-Afrikanen die geen werk hebben in hun eigen land en die zich flink laten betalen door andere regeringen, zoals de regering van Mozambique.
En dan ingezet worden tegen de terroristen, zeggen ze dan. Maar ook de lokale bevolking heeft er af en toe last van dat ze aangevallen worden, ja, door bijvoorbeeld mensen die daar met helikopters boven hangen. Ja. En nu is dat contract verlopen. Die huurlingen gaan allemaal weg. En dan? Ik vraag me af of ze echt gaan vertrekken. Het is natuurlijk ook op betaling natuurlijk. Dus zolang die regering wat geld heeft, zullen ze betaald worden. Aan de andere kant, wat gebeurt er als ze niet meer komen? Ik durf dat niet exact te zeggen. Maar er is een enorme, een niet stabiele situatie in Noord-Mozambique. En er zijn geschat ongeveer 1,3 miljoen mensen die echt acute humanitaire hulp nodig hebben. Ja, ja. Ontzettend schrijnend. U noemde net ook even dat het noorden van Mozambique. Wat is die situatie concreet daar? Concreet betekent dat mensen op het platteland niet veilig zijn in hun dorpen. En die kunnen elk moment tussen het hoofdstadje Pemba tot aan de kust, de grens met Tanzania. En dat hele noordelijk gedeelte van Mozambique kunnen ze aangevallen worden. Omdat daar vrijwel geen legermacht van Mozambique aanwezig is. Het leger is incapabel. Weinig troepen natuurlijk. Ja. Die kunnen weinig doen voor de bevolking. Dat betekent dat heel veel mensen, die vluchtelingen, die gaan richting het stadje Pemba. Of ze vluchten de grens over met Tanzania. En daar voelen ze zich een beetje veilig. Worden ze gehuisvest of bij familie. Dus vaak familie. Maar ook heel veel in kampen. Dus ze komen in vluchtelingenkampen terecht, wonen in een tentje en hebben vrijwel niets. En is het dan wel zo dat ze daar veilig zijn? Want ik kan me ook voorstellen dat die situatie daar dan ook best penibel is. Ik denk dat het leger van Mozambique nog wel de capaciteit heeft om die stadjes zoals Pemba, dus de hoofdstad van Cabo Delgado, te verdedigen. Daar hebben ze nog wel wat troepen. En nu laatst dat stadje Palma is weer terugveroverd. Dat is tijdelijk, denk ik. En dat lukt nog wel. Maar ja, het is de vraag hoe lang dit houdbaar is, deze situatie. Ja. En als TFIN zijn jullie daar ook actief, hè? Van, wat voor hulp wordt er door jullie geboden ook aan deze mensen? We bieden allerlei vormen van hulp, maar nu de eerste levensbehoeften zijn voedsel, goed drinkwater, goed sanitair. Dat zijn, en natuurlijk onderdak, een tent of een ander soort vorm van onderdak. En natuurlijk zijn er ook wat minder niet-materiële zaken als hulp die nodig zijn. Denk bijvoorbeeld aan psychosociale hulp. Mensen die vreselijke dingen, afschuwelijke dingen hebben meegemaakt, die hebben behoefte om hun trauma te verwerken. En dat is echt ontzettend belangrijk. Ook mensen die weer bij elkaar komen in groepen, dat ze toch support aan elkaar vinden. Bij elkaar vinden. Ja. Allerlei soorten hulp, hè, die u biedt. En wat heeft het geloof dan juist voor invloed in hun leven? Mozambique staat bekend als een min of meer christelijk land. Het noorden minder, omdat er ook verschillende andere groepen wonen, moslimgroepen. Maar er zijn heel veel mensen die gevlucht zijn als christen, misschien ook als moslim gevlucht zijn, omdat ze gematigd moslim zijn. Maar het geloof speelt een belangrijke rol. En ik denk dat ook in de kampen, ik kan het niet exact bepalen, een belangrijke rol gaat spelen. Omdat ze elkaar weer zoeken in kleine groepen. En kerken zijn officieel verboden, ook qua corona. Maar in kleine groepen zullen ze elkaar weer vinden om elkaar te bemoedigen en te versterken. Mooi. Dank voor uw toelichting, Willem Klaassen van TFUND. Dank je. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Bedankt voor het kijken. Morgen zijn we er weer. Fijne avond en graag tot dan. Dag.